Vandaag hebben we het gehad over money flows where the value goes. Geld stroomt naar waarde. Juist in agrofoodketens zie je dat kostprijsverlaging, schaalvergroting en technische resultaten common sense zijn. Wij willen juist kijken naar waarde. Waar zit nieuwe waarde? Hoe kun je emotie koppelen aan een product waardoor waarde jou toevalt? Ons bedrijf heet Buitengewone Varkens. We houden de varkens. We hebben ongeveer 200 varkens. Die verkopen we gelijk aan onze klanten. In dit geval heel veel horeca in de regio, waar de locaties zitten. En hiermee hebben wij onze productie en afzet eigenlijk aan elkaar gekoppeld. Wij zetten onze dieren in om de natuur te onderhouden. Dus wij gebruiken hun neus om te voeten in de grond en daarmee zijn ze toegevoegde waarde voor onze omgeving. Ik heb een multifunctioneel fruitteeltbedrijf. Wat ik de jong professionals heb willen meegeven vandaag is... als er een verandering in je zit, dat je hem ook gewoon moet doorvoeren. En dat het ook echt kan en dat het ook moet lukken dan. Onze challenge was om reststromen van vis hoger te verwaarden. Dus kijken of we er producten van kunnen maken die voor mensen te eten zijn. En... We hebben een resultaat. Het resultaat zit in dit bakje. Het is nu een hummus met een smaakversterker van vis. Dus het resultaat is die smaakversterker die we gemaakt van reststromen van makreel. En die zorgt ervoor dat de smaken die nu in deze hummus zitten nog beter naar voren komen.